In een woning op de Valendrieseweg in Wijchen woedde dinsdagavond een grote brand. Het volledige rieten dak van de woning is weggebrand. Het is nog niet duidelijk of er mensen in het huis aanwezig waren. De brand werd rond 21:55 gemeld. Rond 21:30 was de brand onder controle. De vlammen kwamen meters hoog uit de woning, die lijkt verloren. Het is onbekend of vuurwerk de oorzaak van de brand is. Op een parkeerplein achter de woning ligt veel vuurwerkafval.